Dag Kurt, dag Gert. Wat vonden jullie van de match van vandaag? Teleurstellend, hè. Ik vond dat we minstens even goed waren als hun. En dan toch zo verliezen. We verdienen echt meer, hè, als ploeg. Ik vond ons niet zo slecht spelen. Dat is gewoon pech. Hè. Vijf, zes keer is juist ernaast. En die mannen liggen hem wel binnen. En ja, dat is zuur, hè. Want we verdienen meer. Just, hè. Ja, ik vond voetballend zat het goed. We wonnen duels. Vond je dat die mannen goed of hoe vind je? En ja, inderdaad, wij moeten ons kansen afwerken. En wij moeten onze, die golen die we tegenkrijgen ook zien te voorkomen. Want dat zijn altijd wel dezelfde golen die we tegenkrijgen. Dus we moeten wel een beetje oppassen. We moeten ons kansen afwerken. Is dat eigenlijk het enige probleem deze seizoen? De kansen er niet afgewerkt worden? Of zijn er nog problemen? Want we verdienen misschien wel meer punten al deze seizoen. Ja, kansen afwerken, oké, maar er zijn nog dingen. Ik bedoel, vorig seizoen in de eerste helft alles, de eerste match, alles zat mee, elke bal ging binnen. Nu die pechen, nu lukt het allemaal niet, maar dat komt allemaal wel goed. We moeten gewoon allemaal wat tijd geven en blijven trainen en dat komt allemaal wel goed. Het is ook de factor geluk, ja. Voilà. Ook al. Ja, ik vind op trainen spelen we soms zo goed dat ik denk van we hebben echt een goede ploeg, maar we hebben ook een goede ploeg natuurlijk. Ja. Zondag komt het er dan niet uit. En ik vind het volgende keer beter, hè. We moeten onthouden dat we vandaag toch goed gewerkt hebben en tot op het einde zijn we er toch voor blijven knokken. En er zit meer in, volgende keer beter. Misschien kunnen we deze seizoen op het einde van het seizoen zo'n reeks neerzetten zoals we vorig jaar in het begin. Het is top, hè. Het is top dat we niet samen als vorig jaar in het begin een goede reeks en dat lukt dan niet nu, maar we moeten wel zien dat we, dat we gewoon sterk spelen en een resultaat halen natuurlijk. Hè. De missies aan het begin van het seizoen waren naar kampioen spelen. Zijn die al veranderd of blijft dat hetzelfde? Kampioen of nee, het was overgaan. Hè? Ah, ik overgaan. Heb me laten wijsmaken, kampioen spelen. Ja, dat gaan nog altijd, de eindronde. Alles kan er een titel pakken. Ik wil er toch blijven in geloven, want zo gewoon maar shotten om te shotten. Nee, ik blijf niet geloven. Het kan allemaal op veranderen in voetbal. Hè? Het is ook uw eerste interview, Gert. Misschien nog even over de rest van uw carrière nog eens een beetje vertellen. Carrière. Ja, is het al wat ouder? Kunnen we dat al noemen? Hè? Ik heb 5 jaar bij Windham gespeeld en dat is wel een hele mooie tijd. En ook 2 jaar bij Mortsel. Maar ik heb niet gevoetbald van mijn 17 tot mijn 27. Dus ik heb 10 jaar niet gevoetbald. Wat was dat daar de reden van? Andere prioriteiten. Zo zullen we Kurt, laatste vraag. In de tweede helft heb je 2 man sterk uitgeschakeld. 1 en afgevoerd nog. Was het een overtreding volgens mij niet? Dat eerste duel, dat komt wel, dat is zeker een overtreding. Ik doe niks verkeerd, maar de tweede fase, dat was wel een overtreding. Dat geef ik toe en ik verschoot er zelfs aan dat er scheidsrechter niks vloot. Dus de tweede was wel een overtreding, maar ik heb zeker geen elleboogstot of zo gegeven. Dus eigenlijk heb je er een bal er gewoon bewust naast getrapt, omdat je wist dat het een overtreding was? Nee, ik moest een bal afleggen, maar ja, oké. Okay. Oh, bedankt Steve en Gert. Steve, jongen. Oh, sorry. ik bedoel Kurt en Gert voor het interview.